Deze highlights worden u aangeboden door FedEx en takeaway.com. Officiële sponsors van de UEFA Champions League. Kopenhagen met Valk. En dan krijgen we de eerste kans in de goal voor Kopenhagen. Er is wel nog overleg zo te zien tussen Michael Oliver en zijn assistenten. Maar na nog geen 9 minuten, eerste echte kans van de match, lijkt de 1-0 op het bord te staan. En hier hebben we diepgang bij Haraldsson. Haraldsson krijgt hij hem nog voor de goal. Ja, half. En dan is dit heel slecht weggewerkt. Oh la la. Dat moet toch echt wel beter. Goeie voorzet. En dan bijna de 2-0. Haraldsson. Ja. Daar is Valk weer. Valk, de bal schiet door. Daar is Haraldsson. Afgeblokt. Pion, we gaan rusten. Want halverwege staat het 1-0. En hebben we 47 minuten gevoetbald. Zagen we 1 doelpunt van Victor Claesson. Daar komt die bal. Indraaiend en de kopbal. En verlengt aan de tweede paal en binnen. Lucas Leerhager, ex-Zulte Waregem, in minuut 48 zorgt voor de 2-0. Op. Bal weggewerkt, nog altijd geen doelpoging tussen de palen voor de Turken. Het schot nu van op afstand van Giannini. Daar was die eerste doelpoging, gekadreerd. De invaller die het doet met een behoorlijke poging van op afstand. Daar is Giannini alweer. Jarenlang in Portugal gespeeld. De voorzet is goed en daar is de kans. Dat was een enorme mogelijkheid voor Abdul Kadir. Maar het zal wel Bakasetas worden. Daar komt hij en het trapt hem weer over. En dan kijken naar de reactie van Bardi. Hier is Abdul Kadir. Die brengt hem wel voor de goal. Maar Matt Ryan gaat dankbaar op de bal liggen. Kan de Turkse landskampioen hier iets uitpuren? Ja, misschien wel. Maar de parade aan de eerste paal van Matt Ryan. Abdul Kadir. Nog altijd gretig de bal opvragend. Bakasetas afgeweken, bal en binnen. Ja, daar is die goal voor Trabzonspor. Bakasetas. Hij vraagt de bal snel voor de eigen meegereisde aanhang. 2000 man en meer sterk in Kopenhagen. Dit is cruciaal voor Trabzonspor, deze goal. De schop komt eraan voor FC Kopenhagen. Daar is hij. En opletten voor een own goal.
Ja, Strugger Larsen mag nog gooien. De 4 minuten zijn verstreken. En weggewerkt aan de eerste paal. En dan het eindsignaal van Michael Oliver. FC Kopenhagen wint. Klaasson zegt rustig aan. Want dit was pas deel 1. Maar 2-1 is de eindstand van de heenmatch in Parken. Deze highlights werden nu aangeboden door FedEx en Takeaway.com. Officiële sponsors van de UEFA Champions League.